Vrijdag de 13e is een echte pechdag voor Joran Nijs. Hij verliest de macht over het stuur in Roermond. Hij knalt door een hekje en komt dan met zijn auto vast te zitten op het spoor. En dat moet natuurlijk wel slecht aflopen. En toen zijn er uit de buurt wat mensen gekomen die hebben geprobeerd om de auto van het spoor af te duwen. De voorwielen in ieder geval op de grond te krijgen, dat ik naar achteruit kon of vooruit. Dat is niet gelukt. Toen is er een man die heeft achter zijn bus gehaald met een sleeptouw om de auto van het spoor af te trekken. Maar die was net te laat. En die kwam hier aanrijden en op dat moment hoorden wij in de achtergrond al een trein aankomen. De spoorbommen gingen dicht. Ja, dan zijn we maar gaan rennen, want je weet natuurlijk niet wat zijn auto doet. Ja, en die trein die begon te remmen en opeens een hele harde klap. Ja, de auto helemaal tot los. Ja, kan gebeuren. Ik ben alleen maar blij dat ik er zelf niet in zat uiteindelijk. Dus, Was het jouw auto? Nee, het is de auto van mijn moeder. We zouden morgen eigenlijk gaan kijken voor een nieuwe, maar dat zal nog wel even moeten wachten dan, denk ik. Ja. Ja. Het gebeurt, hè.